Breda Nu. Je weet het meteen. Projectleider van 3FM Serious Request vanuit het Rode Kruis. En wat we hier deze week doen is samen met Margot coördineren we alle vrijwilligers. Wat maakt het nou zo leuk om in het callcenter te zitten? Ik denk voor vrijwilligers dat het heel leuk is om in het callcenter te zitten. Dat ze mooie verhalen horen, mensen die bellen om een donatie te doen. En daarachter, vaak zit achter de plaat een verhaal waarom mensen het nummer aanvragen. Het is heel variërend. Het is van kleine kinderen die bellen tot wat oudere mensen, vaders, moeders met kinderen. En wat is nou het meest bijzondere verhaal dat je te horen hebt gekregen de afgelopen dagen? Misschien wel het meest bijzondere verhaal is eigenlijk een heel normaal verhaal. En dat is van mensen die het eigenlijk echt gewoon niet breed hebben. Mijn vrouw is heel oprecht met een gezin met 4 kinderen. En het was zo hard verwarmd. Die kinderen waren in de leeftijd van 8 tot 11 volgens mij. En allemaal de nageltjes gelakt zijn, ze lopen er keurig bij. En weet je, we hebben het gewoon niet breed, maar ik wil wel mijn kinderen iets meegeven. Dat ook al hebben we het niet breed, we kunnen altijd iets voor een ander betekenen. En die mensen hebben 10 euro gedoneerd. En normaal is het misschien niet heel bijzonder of zo, maar juist daarom was het echt heel mooi. De meeste verhalen gaan wel over mensen. De meeste mensen bellen omdat ze het gewoon leuk vinden, fijn vinden om iets te kunnen bijdragen. Maar de verhalen die het meeste bijblijven zijn toch wel van ouders die zelf een ziek kind hebben of hebben gehad. En dan met die associatie bellen en vertellen van mijn kind ligt ook. Heb jij een kind ligt ziek in het ziekenhuis? Ja, ouders die belden terwijl hun kind op dat moment aan de beademing lag op de kinder intensive care met longontsteking. En zij hadden hele goede hoop dat hun kind daar gewoon gezond uitkwam. En ze wilden daardoor heel graag een steentje bijdragen aan de genezing van andere kinderen. Wij halen hier ook geld op voor het glazen huis. En we hebben eigenlijk bedacht dat als je geld doneert, dat jullie een opdracht aan ons mogen geven. En die moeten wij hier gaan uitvoeren op het plein. Oké. Zullen we dat doen? Ja, maakt mij niet uit, is goed. Hoeveel wil je ervoor hebben? Wat je kwijt kan. Minimaal 5 mensen bij insprokkelen om een polonaise te lopen over het plein. Dan met 10 mensen. Met 10 mensen een polonaise lopen over het plein. Oké, nou we gaan het proberen. Nu hebben door de uitzendingen door ook wat geld opgehaald op de Grote Markt. Het is maar liefst een bedrag van €191,48 geworden. En we willen in ieder geval alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan ons heel erg bedanken voor jullie bijdrage. Vandaag alweer met de actie van de dag. En je ziet het, ik heb mijn snorretje en mijn baardje opgeplakt. Mijn mutsje staat op. Het is tijd voor de Santa Run. Ho, 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 ho! Dag mevrouw.
Hoe heeft u zich voorbereid op dit spektakel? Nou, je één keer per week lopen is wel het minimale, hè? Ja. Het minimale. Ja, en, ja, want anders gaat je veel zweten en dat moet je niet hebben. Dan sta je dadelijk te koukleum aan de borrel. Dat is niks. Dus daar hebben we echt over nagedacht. Ja. Nog tips voor mij? Als leek? Nee. Ik, rustig aan. Rustig aan. Je zit vrij vooraan het startvak, dus het komt helemaal goed. 2, 1. De tweede groep gaat van start. Dat betekent dat wij dus ook mee moeten gaan rennen. Ze komen nu langs. We moeten wel vaart maken. Houdt u het allemaal nog vol? Ik hoop dat dit de eerste is dit jaar die ik uit kan lopen. De eerste? Ja. Het is ook maar één keer kerst, gelukkig. Het is geen foto, hè? Oh! Het is gewoon een filmpje. Ja. Hey, maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Wat heb jij al voor geld opgehaald voor Serious Request? Morgen ga ik met mijn school ga ik een actie doen. Dan gaan we cupcakes maken. Cupcakes? Ja. Waar zijn ze te koop? Scala Breda. Scala Breda. Dan moet je even reclame maken. Nu mag het. Nou, www.scalabreda.nl. Daar moet je naartoe gaan. Daar kan je het vinden. Voor de allerlekkerste cupcakes. H5. Succes vandaag, hè? Racefiets en een dikke BMW. Volgend jaar. Dat kan. Dan sluiten we bij deze de aflevering af, denk ik, meneer de Kerstman. Zou u hem op zijn Brabants kersters af kunnen sluiten? Ho, 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 doe! Ja, schitterend. Tot volgend jaar. Of morgen. Doei, doei. Goedenavond. Welkom bij bijna de afsluiting van Serious Request. Het punt is daar. De week is voorbij. We hebben mooie momenten gehad. We hebben minder mooie momenten gehad. We zijn heel erg benieuwd naar het eindbedrag, dus nog even afwachten. Maar laten we eens even aan de mensen hier vragen wat ze er nou eigenlijk van vonden. Hoe vinden jullie nou het glazenhuis in Breda? Ja, geweldig. Echt super. Helemaal trots op Breda. Kom je zelf ook uit Breda? Ja, zeker. Ja. En wat was nou het hoogtepunt voor jou? Die moet misschien nog ook wel komen, maar we hebben er al heel veel meegemaakt. We hebben opgetreden in het park met de koor. Heel veel geld ingezameld. We vertellen het net, wij staan voor de klas. Onze kinderen op school verzamelen ook heel veel geld in. Dat komen ze allemaal brengen. En we zijn zo trots ook op dat die kinderen dat ook allemaal oppakken. Maar als je dit meemaakt, ja. Als dit niks met je doet, heb je geen hart in je lijf. Nee, dat is ook. Ja. Is ook. En hoeveel geld hebben jullie al opgehaald? Wij hebben bijna 1000 euro opgehaald om lied te zingen in het park. Ja, en de kinderen halen gewoon allemaal heel veel geld op. En die komen dit storten. Spaarpotten worden omgekeerd. En op andere scholen worden de sponsorlopen georganiseerd. En die komen dat allemaal netjes brengen. Het is gewoon geweldig. Echt, ze leven allemaal heel erg mee. En u zit in het koor, zei u? Ja. Bent u bereid om een stukje te gaan zingen voor ons? Ik wil een stukje zingen. Ja, u kunt het wel. Ja, ik kan het wel hoor, maar... een heel klein stukje dan. Oh, won't you stay with me, 'cause you're all I need. Nou, dat was toch hartstikke mooi. Ja, daarom. Ja, daar haalden wij geld mee binnen. Het is gelukt, dus geweldig. Nou, bij deze gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En veel plezier nog. Ja, dankjewel. Jullie veel succes. Hoe vinden jullie het hier vanavond? Ja, we vinden het heel gezellig. We komen zelf uit Heerlen. We zijn vorig jaar hebben Serious Request bij ons thuis gevierd. En nu vonden we het wel leuk om hierheen te komen. Ik ben dus Roos.
Rosalie en dit is Annabelle. Hallo. En wij hebben cupcakejes gebakken. En die gaan we nu bij het glazen huis brengen. Nou, de cupcake zelf niet, maar het geld, we hebben 30 euro opgehaald. 30! 1 euro per cupcake. En we hebben nog een salaris gehad. Fooi, hadden we nog gekregen. Wat vinden jullie nou van het glazen huis? Vet! Waarom? Wat is het leukste? Ja, de BN'ers. En voor jullie? Bier drinken zeker? Ja, sowieso. Maar het uitzicht is hier ook leuk hoor. Kijk al die mooie bomen daar. Ja, ja, dat ook. Wie is jarig? Ja. Nou, dan ga ik je even hard feliciteren, jongen. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. En hoe oud ben je geworden? Dankjewel. 23 jaar alweer. Oh, dat valt ook hartstikke mee. Ja, ja, op zich wel. Als je het zo bekijkt. Heel leuk voor je. Heel leuk voor je. Oké, moeten we dan niet even met z'n allen voor hem zingen? Lang zal ze leven, lang zal die leven, lang zal die leven. In de gloria, in de gloria, in de... Die voor de piep, hey! Mannen, guys, ik zie een hele mooie check hier binnen staan. Ja, hoe komen jullie aan het bedrag? Ja, bij sponsoring, we hebben 120 kilometer gewandeld in Estafette afgelopen 24 uur. En daarmee hebben we 4150 euro opgehaald. Dat is toch een mooi bedrag. Maar zijn jullie niet moe nu? Jawel, maar dat maakt niet uit. Als je hier bent, dan heb je daar geen last van. En wanneer gaan jullie het geld doneren? Zei u? Wanneer gaan jullie het geld doneren? Want wanneer gaan wij die check doneren? Nu, we zijn op weg naar de box, dus over 5 minuten hoop ik, maar dat zal niet lukken, denk ik. Ja, dat komt wel goed, toch? Ja, zeker, zeker. Komt wel goed, joh. En een biertje drinken. Breda nu. Je weet het meteen.